30 meisjes worden klaargestoomd om als professionals te leren voetballen. Dit is een onderdeel van het trainings-, coaching- en begeleidingsproject, Tracobe Project, dat onlangs is gestart op initiatief van de stichting SuSport Talent. Volgens Jane Kolff-Berggraaf krijgen de meisjes ook World Coaches trainingen van de Nederlandse Voetbalbond KNVB en worden ze gesterkt in sociale vaardigheden. Het project is bestemd voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Berggraaf zegt dat aan het eind van het project de meisjes goed moeten kunnen voetballen, maar dat ze ook een role model moeten zijn. Eigenlijk heb ik het gevoel dat sport veel meer behoeft dan alleen maar sport. Ik denk dat je mensen ook moet versterken vaardigheden, want die ervaring die we hebben is dat meisjes sneller afhaken dan jongens. Jongens houden van voetbal, maar bij meisjes moeten ze het leuk vinden. En met dit project denk ik dat we inderdaad heel goed hebben ingespeeld op wat ze willen. Ze moeten in elk geval fun hebben en uiteindelijk moeten we ze klaarmaken zodat ze inderdaad voor de omgeving een voorbeeld mogen zijn. Het project duurt tot juli 2017. De voorzitter van SuSport Talent, tevens trainer, is Melvin van Bossé. Hij en de meisjes zijn enthousiast over dit project. Nou, ik heb al eerder dames getraind en een paar spelen nu mee. En je ziet heel veel vooruitgang. Dus die dames zie ik over een jaar ook heel ver komen. Zo, ik wil na een jaar een profvoetballer zijn, zodat ik mee bijvoorbeeld dat ik in andere landen kan gaan. Dat ik andere jonge meisjes kan stimuleren. Wat ik heb geleerd, nu leer ik. Dus ik ga nu naar de top. En ik hoop dat ik andere meisjes in de toekomst kan coachen. Vandaag hebben we even gespeeld tegen elkaar. En ik heb 5 doelpunten gemaakt. Ik speelde wel gewoon met mijn neven en zo op straat en alle soort dingen. En doordat ik in dit project ben ingeschreven, leer ik eigenlijk meer voetballen. Nu leer ik wel dat voetballen een beetje toch wel meer eigenlijk moet leren van voetbal. Ik ben Celeste Vagedings. Ik vind het project een heel goed project. Goed voor de jongeren, dat ze iets kunnen worden in de maatschappij met het voetbal. Zijn en dat ze goed kunnen voetballen. Dat ze ook profvoetballers worden om andere jongeren te motiveren om ook te voetballen en te coachen. Het Tracobe-project wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade en de KNVB en heeft het doel meisjes goed te leren voetballen en ze tegelijkertijd ook sociale vaardigheden bij te brengen.